In deze video gaan we kijken naar de uitdrukking potentiële energie. Wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? En eh, dat ga ik eh, eerst wat meer theoretisch doen. En daarna kom ik met twee voorbeelden waarbij ik eh, de theorie probeer duidelijk te maken. Wanneer je te maken hebt met potentiële energie, dan heb je altijd ook te maken met een kracht. Een kracht dat eh, zich afspeelt in een zogenaamd krachtenveld. Dus op verschillende punten in de ruimte. Werkt die kracht. Uh, en een krachtenveld, daar uh, wat, wat je daarin doet, is eigenlijk uitrekenen hoe groot de kracht is op een voorwerp met een bepaalde standaard uh, grootte van eenheid. En dan kun je bijvoorbeeld denken de kracht per kilogram, als je denkt aan zwaartekracht, of de kracht per coulomb, wanneer je denkt aan elektrische kracht. Naast een krachtenveld is het ook mogelijk om iets te zeggen over een potentiaal. En een potentiaal. Is eigenlijk ook niets anders dan de energie die een voorwerp heeft per standaard eenheid. Dus bij een zwaartekrachtsveld is het dan het aantal joule per kilogram, en bij een elektrisch veld het aantal joule per coulomb. Wat we dadelijk zullen zien, is dat je, als je zo'n potentiaalveld wilt maken, dat je daarin een vrijheid hebt om zelf aan te geven welk punt in de ruimte je nul gaat noemen. Dus vaak kun je het nulpunt zelf definiëren. Nou, wanneer je dat allemaal hebt en je hebt een bepaald voorwerp met een bepaalde massa of met een bepaalde lading, dan kun je uitrekenen hoeveel energie dat voorwerp bezit op het punt waarin, hij, uh, waarin het zich bevindt. En die energie noem je dan potentiële energie. Nou, we gaan er twee voorbeeldjes van bekijken. De eerste is de zwaartenergie. Het voorbeeld is eigenlijk uh, vrij simpel. Uh, het is ook een vereenvoudigd model van uh, de gravitatieenergie. Maar bij de zwaarteenergie, zoals je het ook in de onderbouw krijgt en in de vierde klas... daarbij zeg je eigenlijk, uh, als ik een voorwerp heb met een massa... dan werkt daar een bepaalde zwaartekracht op. Nu zou je ook het zwaartekrachtsveld kunnen tekenen. En die ziet er zo uit. En dat kun je eigenlijk ook best wel uh, makkelijk aan jezelf uitleggen. Want als je nu zou gaan kijken hoe groot dan uh, dat zwaartekrachtsveld is... Uh, dan kun je dat uitrekenen met deze formule. Uh, en dan zie je dat uh, de constante die je zoekt, dat is de constante g, en die is overal uh, even groot, en die is ook overal hetzelfde gericht, namelijk naar beneden. Naast de zwaartekrachtsvelden zou je ook aan kunnen geven hoe het uh, zit met uh, de potentiaal van een voorwerp hier, uh, die zich in deze ruimte bevindt, en dan kun je potentiaallijnen tekenen. En die zien er in deze situatie zo uit. Let erop dat de potentiaallijnen ook loodrecht staan op de zwaartekracht, de veldlijnen van de zwaartekracht. En we kunnen zelf ook aangeven waar wij de nul gaan neerleggen bij deze potentiaallijnen. En wat je meestal doet in zo'n situatie is dat je de nul neerlegt wanneer de hoogte ook nul is. Dus op het oppervlak van de aarde. Nou, nu kunnen we eens gaan kijken wat er gebeurt als het voorwerp gaat bewegen... Ik heb hier nog even twee andere potentiaallijnen uh, getekend. Stel nou het voorwerp beweegt naar beneden, het gaat dus vallen, dan zul je zien dat uh, er een bepaalde arbeid wordt uitgeoefend door de zwaartekracht. En op het moment dat er een arbeid wordt uitgeoefend, kun je ook zeggen dat de hoeveelheid van de zwaartekracht uh, gaat veranderen. Nou, dat kun je ook uitdrukken in een verschil in potentiaal. Het Bolletje zat eerst bij de bovenste gestippelde lijn, die is nu één lijn naar beneden gevallen. Dus er is sprake van een potentiaal verschil. Daaruit kun je een arbeid uitrekenen en daaruit kun je ook uitrekenen hoe groot het verschil is in de zwaarte-energie. En in dit geval zal de zwaarte-energie afnemen. Natuurlijk is het heel complex uitleggen van een formule die je al lang kent, waarschijnlijk. Dat is namelijk deze formule. Uh, de zwaarte energie hangt namelijk in deze situatie alleen af van de hoogte. Nou, dit is een voorbeeld van uh, zwaarte waarbij, dus de, waar, waarbij je te maken hebt met een zogenaamd homogeen uh, zwaartekrachtsveld. Alle veldlijnen lopen mooi evenwijdig aan elkaar en zijn ook evenwijdig van elkaar verwijderd. Dit lijkt heel erg op het elektrisch veld tussen twee geladen platen. In ons tweede voorbeeld gaan we kijken naar het elektrisch veld rondom een geladen punt... En dat lijkt dan weer heel erg op uh, wanneer je zo gaat kijken naar uh, de gravitatiekracht. Dus uh, hoe ziet dat er nou uit van grotere afstand van de aarde? Het gravitatiekracht en het gravitatieveld. Dat uh, lijkt heel erg op wat we nu gaan bekijken. Stel, ik heb een positieve lading uh, in het groen. Hè, dat is mijn, uh, mijn voorwerp dat zorgt voor een, voor een, uh, voor een kracht. Uh, wanneer een, een zwart bolletje met ook een positieve kracht zich in de buurt van het groene bolletje bevindt, dan zal het een afstotende elektrische kracht gaan voelen. Want uh, plus en plus stoot elkaar af. Nu kun je op alle plekken rondom het groene bolletje gaan bepalen hoe, in welke richting en hoe groot die elektrische kracht dan is. En uh, daarmee kun je een elektrisch veld schetsen. En dat ziet er zo uit. Dat noemen we radieel veld. En uh, we kunnen zelfs eh, met de formules eh, die ook gewoon bij de stof horen, kun je uitrekenen hoe groot het elektrisch veld is. Rondom een puntvormige lading en die ziet er eh, als volgt uit. De formule staat daar eh, in het geel weergegeven. En wat je hier heel mooi duidelijk ziet, is dat het elektrisch veld hier niet overal constant is. Niet constant qua richting, maar ook niet constant van grootte. Hoe verder weg je van het groene bolletje komt, hoe... Eh, Kleiner de kracht wordt die je zult ondervinden en hoe kleiner het elektrisch veld ook zal zijn. Ook hier kun je de potentiallijnen schetsen. Die zien er zo uit en let erop dat ze ook weer loodrecht overal staan op de veldlijnen. En ook hier kunnen we aangeven waar we het nulpunt willen leggen. En wat is nu eigenlijk in deze situatie afgesproken? Dat we het nulpunt leggen op een afstand oneindig ver van de positieve lading. En misschien vraag je je af, waarom staat er ineens 0 volt? We hebben natuurlijk te maken met uh, elektrische ladingen en dan zou, je, uh, zou het logischer zijn om te zeggen Newton per coulomb. Want coulomb is hier de, de, de basis eenheid. Maar Newton per coulomb hebben we later volt genoemd. Dus uh, op oneindige grote afstand uh, is de potentiaal 0 volt. En hoe dichterbij je komt bij de positieve lading, hoe hoger het potentiaal gaat worden. Ook hier kunnen we gaan kijken wat gebeurt er nu als het uh, zwarte bolletje gaat bewegen. Bijvoorbeeld uh, over dit stuk. Kun je ook meteen mooi zien dat die kracht die het zwarte bolletje ondervindt kleiner is geworden. Naarmate hij verder van het uh, groene bolletje afkomt. Maar uh, ook hier geldt weer dat het zwarte bolletje een arbeid... Uh, dat er een arbeid is uitgeoefend op het zwarte bolletje. Door de uh, elektrische kracht. En je kunt ook zeggen... Het bolletje heeft een potentiaalverschil doorlopen en daardoor uh, is er sprake van arbeid. En daardoor is de elektrische energie veranderd. En in dit geval is de elektrische energie afgenomen. Ook hiervoor hebben wij een uh, wat simpelere formule om uh, de elektrische energie uit te rekenen. En dat is namelijk Q mal U. En ook het verschil in elektrische energie is gelijk aan Q, maal het verschil in U, de spanning U. Wat gebeurt er nu in veel situaties waarbij je iets moet zeggen over wat er gebeurt als, het, eh, als er een voorwerp zich beweegt door een eh, veld, of dat nou een elektrisch veld is of een, een zwaartekrachtsveld, dan zal de energiesoort die bij het veld eh, hoort, en die energiesoort die noemen we dan eh, de potentiële energie, die zal dan worden omgezet in een andere energiesoort. En heel vaak is dat kinetische energie, dus wat je verliest aan zwaarte energie of aan elektrische energie, uh, komt erbij aan kinetische energie. Dus het uh, voorwerp zal in de twee situaties die we hier zagen, steeds sneller gaan bewegen. Oké, okay, even nog een samenvatting. De vraag was, wat is potentiële energie? Nou, we hebben gezien dat we spreken over potentiële energie, wanneer de grootte van de potentiële energie van een voorwerp afhangt van de plaats van het voorwerp in een krachtenveld. Wat voorbeelden van energiesoorten die uh, potentiële energie worden genoemd. Nou, we hebben al gezien dat gravitatieenergie en de zwaarte -energie, dat het potentiële energiesoorten zijn. Elektrische energie ook, magnetische energie ook, hoewel dat een stuk lastiger is om mee te rekenen. En uh, veerenergie is eigenlijk ook een potentiële energie, want hoe verder je een veer indrukt, hoe meer uh, potentiële energie je erin uh, opslaat. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, energiesoorten die duidelijk geen potentiële energie zijn. Uh, kinetische energie is al genoemd. Warmte ook, uh, hangt niet af van een krachtenveld. En ook chemische energie, een voorbeeld van een niet-potentiële energiesoort.